Ja, hier is Visie weer. En ik ben hier samen met Remco. En dit is de wedstrijd uit de Eredivisie. Zomaar één. Ja, leuke wedstrijden. Alleen Ajax heb eigenlijk een op papier een makkelijke. Ja, daar kun je niks over zeggen. Dus waarschijnlijk hebben ze punten weer laten liggen tegen Volendam. Want ja, iedereen weet hoe je eigenlijk moet bespelen. Gewoon lekker eigenlijk een beetje verdedigen en op tijd eruit. En dan met de Sjaar. Ja. Maar Feyenoord Twente nu. Twente toch wel een beetje reuzendoder. Maar dan is dat niet altijd met Twente, omdat ze dan toch punten laten liggen tegen de kleine ploeg, zoals bijvoorbeeld Volendam en dat soort wedstrijden. Ja. Hadden ze niet verloren van Volendam? Voor mij wel. Dus dan denk ik van ja, kom op man. Maar het is echt een goede ploeg. Nu speelden ze 0-0 tegen Heerenveen, toch? Ja, maar iedereen speelt 0-0 tegen Heerenveen, lijkt het. Want voor mij was het de vorige wedstrijd tegen Heerenveen ook 0-0. Nee, Ajax heeft met 4-0 of toch gewoon 4-1, 5-1, zoiets. Ja. Dus ja, qua statistieken ontloopt het nog eens heel veel meer tegenwoordig. Twente behoorlijk stuk omhoog gegaan, volgens mij. Volgens mij was het echt vorig seizoen 68, 69 of zo, nu 70, 72. Ja, zoiets, ja. Maar ze hebben ook een goede selectie nu. Ja. Maar toch, in de Kuip, wint Feyenoord wel hoor. Ik denk het ook, ik denk gewoon 3-1. Ik zeg 1-0. Jongens, like spellingen verhaal bij de comments. Like eventjes de video en daar komt ie. Ik heet u allen graag van harte wel. East Point Arena. Nou, de Kuip zit er in ieder geval niet in. Ja, dat hebben we nog niet gecheckt. Zit het Philips Stadion erin? Ik weet het echt niet. Ik denk het wel namelijk. Omdat ik kan de stadion van PSV niet wijzigen. Komt van collega Jeroen Guter en ondergetekende Siert de Vos. Dit wordt het duel. Ha! Nou, geloof mij maar. Beide teams hebben evenveel punten. Dus de uitslag... Dit moet hem zijn. Gadverdomme, ik ga normaal schommelen. Moet je natuurlijk niet met je kansen omgaan. Veel te ongecontroleerd allemaal. Bal voorover in de eigen 16. En? Oh nee, ik was met mijn mannetje uit. Hij schrijft de tegenstander van zich af. En... Zo, die pet! Ook, ja. Ja, dit was het moment om op voorsprong te komen, maar ja, dan heeft hij toch pech in de afronding. Volgende keer beter, ik denk dat hij dan wel zit. Vervolgt zijn weg naar het doel. Nou, wat is dit? Waarom werkt de bal goed weg? Uit de achter dan? Een leep balletje diep. Idrissi. Enorme kans op een voorsprong. Goal! Hij zit erin en bij de van zaken worden ze kampioen. Ze zijn uitzinnig van vreugde. Is dit joh eigenlijk? Wat? Dat is een man. Want nu moeten ze hun zenuwen in bedwang houden. Dit is nog eens toeslagen. Mooi laag. Iets wat anders. Mes scherpe kouten. Mes scherpe. Heeft op dat moment nog eigenlijk zijn handen vol aan zijn belagers. Wat die drie zien, dat had ik echt totaal niet uitgehaald. Op de been te blijven. En rolt hij het ook nog af. Ah, dit is een heerlijke goal. Hier moet de kans uitkomen. Wat een oh my god. Eén op één situatie en hij redt. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Hij kan die bal niet verkeken. Hij krijgt een zet van die verdediger. Joshua Brenet. Daar is hulp van een teamgenoot. Michel Flap. Michel Flap. Voor het doel gebracht. Kan ze belagen hier afschoten. Zo! Dat is echt te nep is het ook gewoon, toch? Ai, 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 ai. Niet zo goed weggewerkt. Klopt niet. Hij wint het schot. En de stand hier weer gelijk. En ziet deze beslissende wedstrijd in de titelstrijd er opeens totaal anders uit. Ja, en ik vraag me af, hoor, zie je het? Of ze deze klap nog te boven komen. Jezus. Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Virgil missing John. Natuurlijk wel heel logisch. Natuurlijk Virgil nog wat. Missing John. Weet hij hier wat van te maken? Met een soort lag erin. Net als de kou. Net als, hoe heet dat? Hier moet toch een counter mogelijk zijn. Alleen de doelman nog voor zich.
Wat is hij van plan? Oh my god, ik heb echt 50 kansen gehad al. Ja, wel open kansen, zeg maar. Oh, het is echt heel erg deze wedstrijd om te doen. Het is wel goed. Op het doel. Nou, what the fuck? Vet onterecht toch dit. Yeah. Welkom op zondag met een zondagschoten. Van ze een zegen. Ik vergeet ook niet dat ik een bepaalde ding wil doen ook. Een celebration. Counteren, dat is een kunst. Ja. Er zijn niet veel die dit beheersen zoals deze. Ik wil natuurlijk op pyramidje ging maken ook. En vervolgens heeft die speler de keuze uit verschillende opties. Maar ja, oké. Okay. Dit lijkt me helemaal prima hoor. Zelf op doel schieten en dat doet hij met zoveel overtuiging dat de keeper niets in de melk te brokken heeft. Pegelen maar. Oh, dit is het wel. Tegenraden door de keeper. Ze was het nog niet vergeten hoor, die actie. Alsnog een gele kaart. Corner voor het doel gebracht. Ja! En de titel kan ze nu haast niet slippen. Ja, zie het. Hier wordt geschiedenis geschreven hoor. Dit gaan ze nooit. Kut, vergeet weer een celebration. Onthoud hem ook eventjes. Laten we deze treffer nog eens bestuderen. Ja. Want wat gebeurt goed er? Ingekopt ook. De hoekschop is van hoog. Ik denk dat hij echt drie potentiële goals heeft of zo. Shit. Nou, de eerste helft. We kijken uit naar deze tweede helft. Waarvoor nu is afgetrapt. Er moeten echt wat tandjes bij daar bij Feyenoord. Anders gaan ze hier vandaag roemloos ten onder. Dat is wel gek. Hij is van de bal gezet. Zo. Dan geeft ze het rond en nakijken. Ja, kans! Ah! Deze ga ik niet horen. Oh! Schot, ik ga niet zo'n lelijk goal weer maken. Ik wil alleen maar beauties dan maken ook. Plek af. Oh! Die audio fucking glitch! Nee, dat zit niet in. Na 4-5 is het eindelijk wel eens uit hoor. De bal afgepakt. Nou, kom op. Camera, ga mee! En we hangen een beetje. Zo, de noodkraak was dit. Ga je nooit goed de bal afstaan? Ik zie hier mogelijkheden. Oh, oh! Oh, ja, ik. Ik weet dat ik naartoe ga naar die. Nee, niet naar die. Nou, ik kom wel aan over. Wat een onzeker die kunnen schieten. Dat was natuurlijk voor de verre bedoeld. Hij heeft die vrije trap gehad, een mooie plek. Het is geen overtreding, wou ik zeggen, maar. Oh! Ik wou het niet pakken hoor. Hé? Wat is dit? Het duurde te lang, denk ik. Oussama Idrissi. Naar binnen getrokken. Hij moet scoren nu! Ja, wat? Ik heb ook die onder de lat nog een keertje geroken, trouwens. Op twee keer op de keeper af en. Jezus. Nee, kom niet aan. We hebben nog 20 minuten. Goh, wat is dit nou? Nou, oh, je hebt echt wel geluk hoor, ook muntje. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Boom! Ah, nou. Er is niet lang meer te spelen en voor de thuisploeg mag het, denk ik, al afgelopen zijn. Ik weet niet wat dit nu op lijkt, maar het is geen voetbal dat we aan het doen zijn. Maar ja, aan de andere kant, het zat ook. Oh, dit mag niet voor hem. Tegenpartij. Zie het, let op! Nah, dat weet ik niet. Dat geeft nooit op, want ik heb het daar. Wat een ontzettende kans voor hun titelaspiraties. Het doel was zo eenvoudig. 3 punten en ze zouden kampioen zijn, maar nu. Ja, leg deze maar uit, Fizz. Ik snap deze ook niet, waarom die animatie zo is. Ja, het is echt hopeloos. Dat is 3-0 voorstand, ik sta hier. Ja, wel. Als ik al die goals score, gewoon, dan is het ook wel een andere wedstrijd. Ja, het is toch ook, het gaat toch helemaal nergens meer over, dit. Ja, lekker die clichés ook weer, inderdaad. De speler krijgt hulp. Dit moet een doelpunt worden. Tja hoor, dan is het een pauperschot ook. Wat een kans zeg, die had de hond nog gemaakt. Alireza, je handbak. Zo! Krijg een bodycheck. Goede onderschepping. Van dichtbij. Ja, gadver, nou dit is ook niet lekker om te keepen. Gaat ze naar achter duiken ook. Ja,
Nou ja, duikelt een man af. Toch nog hun best. Wat lijkt die gozer op... Op die speler die weg is bij Feyenoord. Een heleboel goed. En toch ook een heleboel niet goed. Eerst maar eens die paas. Ja, die is perfect. Helemaal op maat. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Nou. Lekkere goal. Het pasing is ook echt na die 4-1 dramatisch hoor. De aanval van Feyenoord kan verder. De arbiter geeft hier voordeel. De inworp voor de Rotterdammers. Redding, maar de bal... Mag hierin, hè? Mag erin, hè? Ook die. God! Niet te onderscheppen. Oussama Idrissi. Nou, echt, ik weet niet wat mijn spelers tweede helft hebben, maar dat is ook niet goed. Oh, het is ook goed tijd. Kijk. De wedstrijd is voorbij. Nou, het laatste zal je. Het lijkt alsof ik lach. Ik moet er bijna van huilen. Zou ik erover zeggen? Het is een beetje geflatteerd. Nou, dat is toch wel een statement, ja, denk ik. Dan zou ik wel de tweede helft wel iets rechts getrokken, ja, zie je. Maar ja. 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 Je moet zo scoren, hè, zegt hij dan. Jezus. Onderkant lat, die was heel mooi dan, schot. Zo, bam. Dus we hebben wel een paar hoogtepuntjes in de game. Maar ik verlies wel met een 4-2 van Twente. Wat natuurlijk ook kan gebeuren, hè, met Feyenoord. Illusie. Nou, maar thuis, dat is een stuk te twijfelen. Ja, dat wel, maar het is niet slecht ploeg of zo, Twente. Nee, zeker niet. Dus het kan zeker wel gebeuren. Dat gaan we natuurlijk zien, jongens. Ik zou zeggen, like even deze video. En we zien elkaar weer snel. Fijne wedstrijd. Bye bye.